En wij hebben gewoon gezegd, en dat heeft de heer Kuzu ook vaker uitgesproken, tuurlijk hebben wij daar waar nodig kritiek. Tuurlijk zeggen wij ook dingen waar, daar waar wat nodig niet goed gaat. Maar het gaat erom dat de fracties hier ons proberen in een hoek te duwen en een bepaalde manier te beschimpen en een bepaalde manier te verbinden aan een bepaalde regime. En dat daar niemand, ook geen enkel medium, daar bewijzen voor heeft. En alsnog, ook de woorden van mevrouw Karobloet op het einde, gaat die richting op. Dan hoor je de Kamervoorzitter niet, want dat vindt ze niet belangrijk. Maar op het moment dat de bal terugkaat, dan is het niet leuk. Ik wil eigenlijk, ja, ik wil je stoppen als ik aan het woord ben. Even een klein beetje respect. Respect voor dit huis. Respect voor de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Respect voor de functie van voorzitter. U hoeft geen respect voor mij te hebben, maar wel voor de functie. Wilt u daar alsjeblieft een keertje een rekening mee houden? En stoppen met tussendoor allerlei dingen naar mij te roepen. Stop ermee. Stop ermee. Stop ook op. Dank u wel. Dank u wel. Gaat u weer zitten. Dan geef ik nu het woord aan... Even kijken, wie is de volgende spreker? Ik ben nog niet Omtzigt. U bent klaar? Nee. De heer Omtzigt. Nee, ik heb 1 minuut 22. Het is mooi geweest, meneer Usturk. Dan geef ik het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22 om te spreken. Ik heb de recht op, dat staat in het reglement van orde. Ja. Ik geef het woord aan de heer Omtzigt. Ik heb 1 minuut 22. Ik heb gewoon 1 minuut 22. Iedereen krijgt het. Meneer Usturk, dit heeft geen enkel zin om op deze manier door te gaan. Dan ga ik nu eigenlijk over naar de heer Omtzigt van het CDA. Mond doodgemaakt. Tot de voorzitter mond doodgemaakt. Ik ga gewoon klachten indienen. Doe dat. Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA. Nee, voorzitter, omdat niet alles wat erin staat geheel conform onze lijn is. Maar die hoofdlijn die ik u net schetste, daar zijn we het over eens. Voorzitter, ik heb 1 keer geïnterrumpeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, ik wil nee mevrouw Thieme. Nee. Voorzitter. Nee. Voorzitter, mevrouw Thieme, als ik gedurende de hele interruptie van de heer Zelstra niet 1 keer heb ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. De afspraak is, iedereen heeft zich daaraan gehouden. Dat vind ik ongelooflijk fijn. Het is uw keuze geweest om het tot het laatste moment uw interrupties om niet te interrumperen. Ik ga nu naar de heer Slob. Voor een interruptie. Meneer Slob. Voorzitter, zo'n 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie. Meneer Slob, gaat u gang. Nee hoor, gaat u gang. Mevrouw de voorzitter, ik kan u net zien. Zo'n 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie dagbesteding. Daar zitten ook heel veel chronisch zieken en gehandicapten tussen. Doe eens normaal en rustig, man. Ik ben hier volkomen rustig. Maar dit is... Meneer Wilders en minister-president. Ik ben op dit moment bij brief 120. Dat is ook een hele hoop menskracht. En voor de mensen die ze schrijven, buitengewoon teleurstellend dat het parlement zich op deze manier uit... En ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen, oplossingen uit te wisselen en niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Het woord is aan de minister-president. De heer Kuzu. Voorzitter, dat is opnieuw een prima instelling. Ik geef de staatssecretaris vandaag heel veel complimenten. De vraag is echter... Moet de staatssecretaris oppassen? Nee hoor, de staatssecretaris niet. U wel. Wat bedoelt u precies? We hadden het de vorige keer over, weet u nog, toen ik u een compliment maakte tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar goed, gaat dat is niet verder. Nodig, voorzitter. Ik kan nog geen grapjes maken, wat mij betreft niet. Nee, ik ook niet humor. Met u, voorzitter. Dat zit ver te, dat is ver te zoeken. Gaat u verder? Dat wil ik best doen, voorzitter, als u mij toestaat. Voorzitter, het punt is dat... Ja, laatste vraag, maar dat hoeft niet.
Het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ach, hou toch op met dit soort opmerkingen. Ik ga een punt van orde maken, voorzitter. Ja, het is prima. Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. En ik vraag u om met respect tegen mij te spreken. U krijgt niet het woord. En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Mevrouw Van Tongeren. Nee, u krijgt niet het woord. Nee, u krijgt niet het woord. U krijgt niet het woord. U krijgt... Ja, ik bepaal wie hier het woord krijgt. Nee, precies. Mevrouw Van Tongeren. Wat u zei, ook in uw brief, dat u Kamerleden altijd de ruimte wil geven om een inbreng te doen. Maar collega Usterk, kapt u structureel af. Ik durf zelf te stellen dat u in het afgelopen jaar continu een keiharde dubbele maat heeft gehanteerd. En ik wil dat best wel bewijzen. We hebben daar filmpjes over gemaakt. We kunnen het naast elkaar zetten. En dan kunt u zelf beoordelen of u vindt dat u alle Kamerleden op een eerlijke manier behandelt. En daarmee kom ik op mijn laatste vraag. Heer Verhoeven. Voorzitter, die filmpjes van Denk, die kennen we en ik vind ze wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar, dus we hoeven ze hier niet af te spelen. Maar het lijkt er nu op dat in navolging van de PVV nu Denk ook zegt van wij worden heel erg onheus bejegend, iedereen is tegen ons en we krijgen altijd de schuld van alles en we worden niet eerlijk behandeld. Nou, dat... Dus het lijkt heel erg op de aanpak van de PVV, dat valt mij op. Maar mijn vraag is, als er een keer iets door de voorzitter tegen een van de 150 leden gezegd wordt over het functioneren in een debat, de manier waarop hij zijn werk uitvoert, dat is de taak van een voorzitter. Dus waarom is het dan volgens Denk per definitie zo dat het bij commentaar op Denk politiek ingegeven is? Waar is dat op gebaseerd? Het kan ook gaan over uw eigen functioneren. U bent heel erg met uw eigen functioneren bezig. Kijk daar dan ook eens kritisch naar. Voorzitter, in de eerste plaats heb ik aangegeven dat... Dat wij allerlei dingen aan het doen zijn zonder dat we het stellen. Ik heb hier duidelijk aangegeven waarom ik tot deze oordelen kom. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik zelfs filmpjes heb staan waarin we zien dat bijvoorbeeld een Kamerlid van D66 tijdens een regeling van werkzaamheden een minuut lang de spreektijd krijgt om een punt te maken. En wanneer het aankomt op Denk dat na twee zinnen al de voorzitter afkapt. En dat gebeurt niet één keer. Dan zou ik zeggen, goed, dat gebeurt niet twee keer. Dan zou ik ook nog zeggen, prima. Maar dat gebeurt structureel en daar heb ik moeite mee. Voorzitter, ik denk dat de heer Denk voorbeelden heeft waarin hij slechter behandeld is. Er zijn allerlei voorbeelden bij andere fracties dat ook wel eens denken. Laat ik ter geruststelling tegen de heer Kuzu zeggen, ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad. Ja. Ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad. Dat mijn spreektalent niet volledig uit de verf kwam door de manier waarop de voorzitter mij afkapte. Dus ook mij is het wel eens gebeurd. Dus laten we niet doen dat alleen bij Denk gebeurt. Dat gebeurt bij elk Kamerlid. En dat is precies waarom we een voorzitter hebben. Voorzitter, dat is precies mijn punt. De heer Verhoeven van D66 geeft aan, het gebeurt bij mij wel eens een keer. Bij mij gebeurt het altijd. En bij Usterk gebeurt het altijd. Mevrouw Arma. Ja, dank u wel, voorzitter. Een klein punt van orde. Meneer Verhoeven incopieerde mijn fractie in deze interruptie. Dat is onterecht. Wij voelen ons gelijkwaardig behandeld door mevrouw Ariep. En ik heb in mijn bijdrage gezegd, daar hoef ik geen complimenten voor te geven, want ik vind dat normaal. Maar wij voelen ons dus wel gelijkwaardig behandeld. Dat is helemaal correct. En ik moet de heer Verhoeven dus ook formaal en toespreken nu. Dat is de tweede keer al. Omdat mevrouw Aagma een punt heeft hier. Accepteert u dat? Ja, duidelijk. Ja. Voorzitter, ik word altijd van manen toegesproken door de Kamervoorzitter. Altijd. Het gebeurt me altijd. En dat is oneerlijk. En die kennisgevingsbrief is vervolgens in de ministerraad van 9 februari goedgekeurd en diezelfde dag verstuurd. Voorzitter, mag ik hier meteen een vraag bij stellen? Nee, echt niet. Jawel, want deze rekening... Nee, mevrouw Halsema, als ik zeg nee, is het nee. Nee, het spijt me zeer. Nee, ik wil dat ook niet zo doen. Maar we hebben echt een afspraak. De minister-president is nu nog bezig met zijn antwoord. En daar gaan we nu naar luisteren. En dan krijgt u de laatste kans om in deze interruptie nog een vraag te stellen. De minister-president. Voorzitter, na de kennisgevingsbrief die werd verzonden naar het ministerraad van 9 februari, stelde de vaste... Voorzitter, ik wil een ordedebat.
Ja, voorzitter. Als eerste laat ik opgemerkt hebben dat ik deze toon niet accepteer. Als tweede wil ik hier een volwassen debat over kunnen voeren. Dit verdient een nauwkeurige reconstructie. Ik wil de minister-president erover kunnen reconstrueren en niet afgehamerd te worden. En ik vind dat u als voorzitter van deze Kamer mij in staat moet stellen om deze reconstructie te maken. Ik wijs u graag op het reglement van orde en ik geef u het voorstel om daar in de commissie van de werkwijze een voorstel te doen. De voorzitter bepaalt het moment waarop een interruptie mogelijk is. We waren nu in het antwoord van de minister-president en daar gaan we nu gewoon naar luisteren. En daarna krijgt u, precies zoals altijd, gewoon weer de kans om een vervolgvraag te stellen. Het woord is aan de minister-president. Voordat ik het woord geef aan mevrouw Ellemeet, wil ik als voorzitter even een punt van orde maken. Ik zie collega Baudet staan. Niet ingeschreven voor deelname aan het debat. Geen woordvoering in eerste termijn. Dat betekent dat ik dus interrupties niet kan toestaan. Dus het spijt me dat ik u moet teleurstellen. Een Kamerlid mag toch het woord voeren? Ik was in de hoorzitting over klimaat, binnen de kaders van het reglement van orde. Ja, en dit staat niet in het reglement van orde dat het niet mag. Jawel, er staat in het reglement van orde dat dus de intekening moet plaatsvinden. En er staat de regel hier in het huis is dat interrupties worden toegestaan aan degenen die woordvoering hebben gedaan. Dat is gebruik dat in dit huis, maar gebruiken gedaan. Kunnen worden aangepast al naar gelang de gewoonte. Dan leg ik de deelnemers van het debat voor of men bereid is om Baudet toe te laten tot de interruptie. Dat lijkt me dan de meest zuivere route. Voorzitter, het toelaten van een interruptie is enkel en alleen aan u. Ik sta het niet toe, maar als de Kamer van oordeel is, dus de deelnemers aan het debat van oordeel zijn dat het moet kunnen, ben ik bereid om me daarna te voegen. Ik ben nu al een dienaar. De voorzitter beslist. Het is alleen. Ik hoor dus graag de reacties van de deelnemers en daarna beslis ik. De heer Van der Staaij. Steun voor de lijn, voorzitter, om alleen aan degenen die ingeschreven zijn voor het debat interrupties toe te staan. De heer Rutte. Voorzitter, steun ervoor. Dit is een complex debat. Daar hebben we met elkaar de tijd voor genomen argumenten uit te wisselen, ook in eerste termijn. En het is niet voor niks dat wij spelregels hebben om het op die manier te doen. Dus nu geen ruimte zomaar voor een interruptie. Mevrouw Ellemeet. Ik deel die lijn, voorzitter. De heer Segers. Geen ruimte voor binnenwandelende politici, alleen voor mensen die zich hebben voorbereid, zich hebben ingeschreven en fatsoenlijk meenemen. Dus mevrouw Sazias. En dat is ook de mening van 50+. Meneer Ramakers. Ook onze mening. Mevrouw Van den Berg. Daar sluit ik me aan bij aan, voorzitter. De heer Kuzu. Voorzitter, ik gun de heer Baudet zijn filmpje. Ja. Maar de conclusie is dat er geen meerderheid is voor toelating tot het debat. Dus, mijn heer Baudet, de Kamer is niet bereid om af te wijken van de regels die zij zelf gesteld heeft. Dank. Mevrouw Ellemeet. Voorzitter, dank u wel. Meneer Buma. Ja, dat ben ik. En waarom ik toch naar de microfoon op, als u dat goed vindt, is omdat ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting hier een debat probeert door te laten gaan. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de laatste opmerking. Ik voel me eigenlijk, ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd, dan bied ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Ja, voorzitter, mijn vraag gaat ook over de AWBZ. Meneer Slob. Ja, ik heb gevraagd of u even hier wil komen. We doen het per rondje. U heeft uw kans gehad om te interrumperen. Meneer Samson staat hier al een uur en hij heeft 5 minuten van zijn spreektijd gebruikt. Hij komt er vast op terug, dan geef ik opnieuw de kans. Maar meneer Samson, u heeft het over een rondje. Ik heb net een vraag gesteld bij ontwikkelingssamenwerking. Hier gaat het over de dagbesteding AWBZ. Dat is toch iets heel anders? Dat is toch niet hetzelfde maar rondje? Maar weet u, we proberen hier vannacht niet om 3 uur nog te zitten. En dit is de manier waarop ik het debat probeer te structureren. Dat zeg ik tegen uw collega's, dat zeg ik ook tegen u. Ik geef nu het woord aan de heer Samson. Er komt vast nog in zijn inbreng van 29 minuten een gelegenheid voorzitter, om die vraag te stellen. Voorzitter, ik wil een punt van orde stellen hier. Nee, ik ga dat kunt u doen. En volgens mij is het de eerste keer in alle jaren dat ik hier Kamerlid ben dat ik dat doe tijdens een debat. Ik vind dat het helder moet zijn hoe wij debatteren. Ja. U heeft het over rondjes. Ik heb helemaal geen afspraak met wie dan ook gemaakt over rondjes. Ik heb een vraag gesteld aan de heer Samson over de ontwikkelingssamenwerking. Een groot onderwerp. Nu gaat het over de AWBZ. Dat wordt misschien wel het grootste onderwerp in de komende jaren waar dit kabinet uitvoering aan moet geven. Er is onduidelijkheid bij meer dan 100.000 mensen die een indicatie hebben voor dagbesteding over wat er gaat gebeuren. Dan mogen wij daar toch vragen over stellen aan degenen die dat bedacht hebben. Weet u.
Meneer Samson had het over ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens zijn daar vragen over gesteld. Er is een koppeling gelegd in de vraagstelling met de AWBZ. Meneer Samson is gewoon nog met zijn inbreng bezig. En ja. De voorzitter, ik wil reageren op punt van orde. Komt u er nog op terug, meneer Samson? Ik wilde net zeggen, ik ga u niet helpen, want ik ga de heer Slob aangeven dat ik er niet op terugkom. Omdat mijn inbreng veel korter is dan 29 minuten nog. Dat scheelt al een stuk. Maar dan, en dan zou ik op zich het helemaal niet erg vinden als de vraag over de AWBZ nu komt. Dan heeft meneer Slob de mogelijkheid die hij ook heeft gebruikt bij de heer Zijlstra om die vraag dan te stellen. Ik probeer voor u structuur in het debat aan te brengen. Ik probeer toe te staan, net als ik dat bij eerdere debatten heb gedaan, om u allen uitgebreid te laten spreken, lange interrupties te plaatsen. De enige wat ik probeer te doen is dat de aantal vragen per interruptie te beperken tot 3. Sommigen zijn zo aardig om er maar 2 te stellen, anderen niet. Dat is hoe ik probeer structuur in het debat aan te brengen. En ik stel voor dat we via de commissie van de werkwijze hier op een ander moment over gaan debatteren. En het is altijd zo. Het is altijd zo dat de inbrenger, de spreker gaat over zijn eigen inbreng. Aan het einde, als die weg wil lopen, komt u naar voren. Dat heeft u ook bij de heer Zijlstra gedaan. En kunt u op punten die niet aan de orde zijn geweest, uw interruptie plaatsen. Anders zitten we hier vannacht om 3 uur nog. En volgens mij heeft niemand die behoefte. Volgens mij ging het over de orde, voorzitter. Oh. En dit is precies de orde zoals ik die in mijn vergadering graag probeer te hanteren. Mevrouw de voorzitter, met uw goedvinden wil ik er toch graag op reageren wat de heer Slob zegt. Want ik, en dat vond ik net bij mevrouw Thieme ook al. Er zijn erbij waarvan ik er één van ben die inderdaad wat vaker aan de interruptiemicrofoon staat. Dat u mij daarin kort houdt, dat snap ik dan. Maar er zijn ook collega's die op een paar onderwerpen wat willen in een van de belangrijkste debatten die we hier in de Kamer hebben. Ik roep u op in hun belang om daar wat flexibeler mee om te gaan. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik zou in dit punt van orde dat willen ondersteunen. En ik ben er helemaal toe bereid om u te helpen in uw vergadervolgorde. En ik ben er ook bereid om te zorgen dat het geen nachtwerk wordt. Maar dit is ongelooflijk belangrijk. Want anders zou de tactiek kunnen zijn dat een spreker kort praat. Want dan kan je namelijk niet interrumperen. Dat verwijt ik niemand. Maar er komen nou eenmaal onderwerpen op en af. En ik vind meer dat u naar het totaalplaatje kunt kijken of iemand overdrijft, te vaak, te lang doorgaat, maar probeer een beetje van dat staccato van 3 keer en een rondje af te gaan. Want dat verlevendigt niet het debat. En dat was wat we aan het begin van deze parlementaire periode hebben afgesproken. Meneer Buma. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik al begrip heb voor uw vergaderorde. Dat het punt wel, vind ik, is bij wat de heer Slob inbracht. Die stelt een aantal vragen waar telkens op een vrij simpele vraag, ook niet een beetje, maar helemaal het antwoord niet op komt. Dan moet hij na 2 keer weer teruggaan, terwijl de vraag echt wel gesteld kan worden. Dus ik vind hier dat het niet zozeer is 10 vragen achter elkaar, maar 1 vraag die niet beantwoord wordt. Ja, dan krijg je hem 3 keer. Dus ik zou de heer Slob wel de kans willen geven om die vraag te stellen. Daarbij ben ik hem weer vergeten, dus ik ben er wel benieuwd naar. De heer Slob had hem volgens mij nog niet eens gesteld. U maakt geen onderdeel van het ordedebat. Dames en heren, ik probeer de gevoelens van de hele Kamer hier een beetje in te betrekken. Er zijn heel veel onderwerpen die in dit debat aan de orde komen. Als er hier mensen zijn die misbruik maken van de situatie door een hele korte inbreng te doen en u daar aan het einde van die inbreng terecht een opmerking over maakt omdat er allerlei onderwerpen niet aan de orde zijn gekomen, dan zal ik aan uw kant staan. Ik probeer er ook op toe te zien dat de spreker antwoord geeft op de vragen zoals u die stelt. Maar ik en u gaan niet over de inhoud van dat antwoord. Dat gaat nooit zo en dat is niet zo. Ik heb zojuist ook tegen meneer Samson gezegd, heeft u ook kunnen horen, toen hij zei, ja, ik kan best wel antwoord geven. Doe dat dan ook gelijk. Vraag ik aan meneer Samson. Maar we proberen hier een beetje fatsoenlijk te vergaderen. En u kunt mij best proberen in deze vergadering op de vingers te tikken, maar dat doet u ook als de eerste termijn tot 3 uur 's nachts duurt. En dat lijkt me nou ook niet zo heel erg geweldig, want we hebben morgen ook nog een hele lange dag te gaan. Ik stel voor dat meneer Samson verder gaat met zijn inbreng en dat we aan het einde van de
zijn inbreng u allen in een laatste rondje de mogelijkheid geeft de vragen te stellen die u het belangrijkst vindt dat die nog aan de orde komt. Wij willen een debat. Ja. En de hoofdvraag is, waarom lag het rapport in de la? Dat is de vraag die gesteld is. Meneer... En we gaan toch niet een hele inleiding houden, voorzitter. Waar we allemaal niet op zitten wachten. Ook Nederland niet. Ook bij ProRail niet. Omdat de staatssecretaris het al eenmaal op haar papiertje heeft gezet. Ik heb u gehoord, ik heb u gehoord. U bent niet in debat met mij. Ik stel vast dat er hier zojuist 10 sprekers uit de Kamer allemaal de kans hebben gekregen om vragen te stellen. En dat het idee achter een eerste termijn is dat de staatssecretaris ook op die vragen antwoord gaat geven. Ze heeft in antwoord al op 2 vragen nu gezegd. Ik ga op al die vragen antwoord geven. En het lijkt me het snelste dat we haar dan ook die gelegenheid geven. En dat we over de antwoorden waar u heeft zelf volgens mij meer dan 10 vragen gesteld. Dat de staatssecretaris vervolgens de antwoorden daarop geeft. En dat we daar dan verder over in debat gaan. Het lijkt me niet onredelijk. En dat is voor de snelheid van het debat het beste. Dat dat soms niet altijd gaat volgens uw zin, dat is duidelijk. Laten wij nou gewoon even de staatssecretaris kans geven om al uw vragen te antwoorden. Dat is het enige. Maar het is samengevat, ik heb het zelf gezegd, meerdere mensen hebben ook gezegd dat het duidelijk is. Ik geef de gelegenheid. Het stukje dan schriftelijk, zo meteen binnen de eerste termijn. Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Ik heb gezegd, de staatssecretaris gaat verder met beantwoording en zij zal aan het einde van haar termijn of de stukken komen er als het kan, of zij zal er schriftelijk op reageren en dat zal er dan achter de schermen discussie zijn. Dat gaan we niet hier en nu, Dat gaan we dus niet hier en nu doen. Ik ga nu de staatssecretaris het woord. Ik ga nu het woord aan de staatssecretaris geven voor het voortzetten van haar betoog. Ik geef het woord aan de staatssecretaris. Gaat uw gang.